Let's play. Ja, ik Supernova is level 5, joehoe. En ik had wel zin om een glitch te gaan filmen eigenlijk. Dus ik dacht, weet je, dan ga ik gewoon filmen. Ik ga de glitch doen waarmee het donker wordt en zo. En dan maar dan ook echt donker. Dus dan ga je, je moet hier wel Starrider voor zijn. Dus als je geen Starrider bent, dan kan het niet. Maar dus je gaat hier, voor deze winkel, in zilverkleed. In zilverkleed dorp, ja. Ga je net zoals je bij de cover doet, ga je hierop klikken. En dan ga je afstappen. En zo. En dan ga je dood. Zie je zilverkleed hier. En dan word je naar je thuisstal gebracht. En dan is alles donker. Dus, ik vind het eigenlijk best een grappige glitch. Kijk, nou is alles donker. En je ziet niet veel, kijk maar. Echt helemaal niet veel, zeg. Zeg maar. Ziet hier wel dit hekje. Voor de rest, je kan niet veel erg zijn ofzo. Je kan niet naar Veerkrug bijvoorbeeld. Want op een gegeven moment, daar is het echt veel te donker. Dan zie je echt helemaal niks meer. Pikken donker. Zie je zelfs dit niet, of zo? Of zo'n hekje? Zie je niet. Nou zie je die hekjes daar ook niet. Maar daar zie je dan echt helemaal niks. Je ziet zelfs de hooibalen hier niet. Maar alsnog vind ik het een coole. Laat maar. Alsnog vind ik het een leuke glitch. En ja. Dan alles zo in het donker te zien. Is ook wel grappig. En als je graag alles wil weer zoals het was wil hebben, dan moet je gewoon naar de winkel gaan. Moet je gewoon afstappen, normaal afstappen. Dan erin gaan en dan er weer uit. En dan is het weer normaal. Dat zal ik straks wel laten zien, maar ik ga eerst eventjes lekker ronddraaien. Woehoe, we zijn er in het donker. Joehoe. Oké, okay, ik doe dom, maar ik vind het wel grappig. Ik had geen zin om te trainen. En ik ben morgen de hele dag vrij. Joehoe, ik ben blij mee. Oh. Ja. Dus daar heb ik wel zin in. Lekker niet meer school. En ja, ik ga nu eventjes. Ik denk, ik ga nog eventjes rondrijden. Daarna gaan we. Oh, we zorgen dat alles normaal is. Oh, is dit. Ja, dit is de trap. Ik weet het niet eens meer, joh. Zo donker. Ah, het is donker. Ik zie niet. Anderen zien mij gewoon echt falen. Want die zitten niet in het donker, logisch. Want die doen deze glitch niet. Maar ik ben wel in het donker. Ik ben de enige die het in het donker ziet. Tenzij er nog iemand is die deze glitch doet, maar ik denk het niet. Kijk, zo laat is het. Oeh. Vijf over half negen. Maar oké, okay, we gaan eventjes. Terug veranderen. Dus nu kunnen jullie deze glitch doen voor als jullie het wilden weten. En kijk, nu is alles weer normaal. Niks donker meer, gewoon allemaal licht. Ik heb deze glitch van Liv Bonnie Dochter. Bonnie Dada. Ja. Meer van haar. En ik vind het wel een leuke glitch. Alleen. Je kan niet veel ver. Ja, je kan wel rijden, maar je ziet dan echt helemaal niks. Je kan niet, zeg maar, zien dat je naar Verpinte rijdt. Want dan is het hier echt helemaal donker. En dan zie je echt helemaal niks meer. Maar voor deze glitch hoef je dus niet uit te loggen. Nou, opnieuw in te loggen. Dus dat is wel handig. En ja. Ik ben nu ook met een speciale video bezig. Ik heb nu al 87 abo's. Echt. Opeens ging het heel snel. Daar ben ik heel blij mee. Dus ik ben nu met een video bezig. Van Supernova. Voor de 80 abo's. 80 plus eigenlijk. Ja. Het duurt wel eventjes voordat hij online komt, denk ik. Maar ik ga er morgen de hele dag aan werken. Zodat hij snel online kan komen.
Want zo te zien gaan die abonnees wel snel. Voor je het weet heb ik er 100. En dan komt er natuurlijk ook nog allemaal speciale dingen en zo. Het komt nog allemaal. En ja. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vinden. En ik denk dat ik nu eventjes lesplegen afsluiten. Want ik kan beter met iemand gaan skypen of zo. Want het is een beetje saai zo. Maar ik hoop alsnog dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!